Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is makkelijk praten. Zo ben je 140 kilo. Ja, dat klopt nou nu niet helemaal. Nou, nee. Nee. En kwark is gemaakt van kwarks. Een geheime hideout van een James Bond schurk. Ja, en mensen vergelijken het daar ook wel eens mee, makkelijk inderdaad. Praten. Makkelijk praten. streeks vanuit het National Institute for Subatomic Physics Nick Hef dit zijn Sander, Adriaan en, en wie eigenlijk? Erik Hogenberg van het Nationaal Instituut voor Subatomere Fysica Nick Hef promovendus op het gebied van donkere materie. Over zijn onderzoek leef als onderzoeker en allerlei randzaken gaan we deze cast uitgebreid hebben. Erik, welkom bij deze allereerste aflevering van de Makkelijk Praten Podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We zitten hier um, eigenlijk op een vrij specifieke locatie. We zijn net door het, uh, door het lab gelopen. Daar hangt hier van alles aan de muur. Um, er is hier nog. Uh, krijtbord is het niet. Het is meer een. Uh, een soort een, van glazen whiteboard. Hè? Een soort van glazen whiteboard, ja. Met allemaal van die hele rare doodles erop en zo. Alsof zeg maar een of andere wetenschapper hier langskwam, een ingeving had, dat even hierop heeft gezet. En toen dacht van, ja het zal wel. En toen weer ja. weg is gelopen. Dat is, dat is het, wel leuk, dat is wel heel typerend voor zo'n wetenschapsgebouw altijd, ja. dat vind ik mooi. Ja klopt, het valt me eigenlijk niet eens meer op zoiets. Ja, nou dat kun je nagaan. Dus bij jou thuis hangen ook allemaal van dat soort dingen, maar die zie je zelf niet meer. Nou, dat nou ook niet. op de spiegel, zo'n vergelijking. <laughs> Waarom Erik zitten we eigenlijk specifiek hier? Uh, ik vond het eigenlijk gewoon een mooie locatie, uh, een beetje goede ruimte. En uh, hij is ook mooi, want hij is gewoon net verbouwd. En uh, ja, allemaal mooie uh, foto's langs de muur en zo. Want wat is er, want ik zie wat ik wel grappig vind. Is als je binnenkomt bij, uh, bij Nikhef, dan uh, kom je binnen en zie je een enorme bol uh, staan. Van een soort van stalen stale constructie, zeg maar, ja. voor de ingang. En als ik hier kijk naar alle, uh, alles om me heen, um, het blijft, uh, ja, dat, dat, hoe zou je het noemen, sferische. Uh, alles is hier, er zijn heel veel cirkels, heel veel bolvormige dingen. Ja, toch wel, hè? Ja. Dat is ook echt iets typisch wat ik ook in mijn studie had, uh, wat ik heb ook natuurkunde gestudeerd. Dat als je een probleem hebt, dan wordt het altijd zeg maar, vereenvoudigd tot uh, een bolvormige structuur. Omdat je daar heel makkelijk aan kan rekenen. Uh, om zeg maar de theorie te begrijpen die je op dat moment. Probeer te gebruiken. Dus je leert een nieuwe theorie over elektriciteit en die pas je dan toe op een situatie waarin alles perfect bolvormig is. Ja. Bollen is ook, zijn is ook, heel fijne dingen, ja. Ja, dat is, is ook een. Um, waarom ga, een grap? Van de, van de, als je een natuurkundige bijvoorbeeld de massa van een koe wil berekenen, dan ga je altijd uit van een bolvormige koe of zo, omdat het altijd bolvormig is. Dus dat is wel typisch inderdaad dat je dat zegt. Is dat zo, waarom is een, waarom is een bol zo prettig, Erik? Um, ja, hij is gewoon eigenlijk heel perfect op bepaalde manieren. Je kan heel makkelijk de oppervlakte uitrekenen, de inhoud uitrekenen. Helemaal geen probleem. Nee, is dat. Is dat de, de, maar het is niet. Dat is wel grappig, want als natuurkundige. Het is perfect, maar de werkelijkheid is, is niet perfect. Dus. Ja, maar eigenlijk heel vaak in de natuurkunde. Um, als je een benadering doet die eigenlijk heel erg slecht lijkt, komt het toch verrassend goed uit. Ja. Ja, even kijken, jij noemde net het voorbeeld van een bolvormige koe. Laten we dat gewoon eens doen. Laten we dat gewoon eens uitrekenen. Ja, nou, ja. ja laten we doen. Oké, okay, wat okay, is de massa dus van een bolvormige koe? Wat is, wat is de massa van een koe? Ik, ik, weet, ik denk dat een koe ongeveer een paar honderd kilo is. Maar stel dat we een koe uh, benaderen als een bol. Stel dat, dat we een echt... hele rare barbecue opleveren. <laughs> <laughs> wel perfecte biefstukken. Uh, ja, precies. Dus de perfecte ja. hamburger koe wordt het dan. Ja, ja. nou perfect. Uh, even kijken hoor. Ik zou zeggen, een koe is ongeveer uh, een bol van een meter. Zijn jullie het mee eens? Ja. ja. Oké, okay. straal van een halve meter. Ja. Uh, dan is de inhoud 4 uh, derde pi r tot de derde. Ja. Dus ja. dan, uh, even kijken, r tot de derde is, uh, wordt dan een, een achtste. 4 ja. uh, nee. derde pi is ongeveer 4. Ja. Dus dan uh, is dat ongeveer een half uh, kubieke meter nee. bij elkaar. Ja. Maar dan moet je alleen de dichtheid weten, toch? Ja, nou, de dichtheid van een koe is wel ongeveer één, toch? Want die bestaat uit water. Weer zo'n slechte aanname, maar een ja, koe bestaat ja, uit ja, water. Dan waai ik het gewoon. Hè. En melk. En vlees. En vlees. Dus uh, een koe is 500 kilo. Voilà. Ja, ja dat klopt, ja, klopt, klopt toch echt. wel ongeveer, denk ik. Maar dit kan je dus altijd zo'n beetje met alles doen. Ja, of tenminste, dat doen natuurkundigen. Ja. ja. Kan je dan, uh, dat vind ik wel grappig, want we hebben net de koe gedaan. Ik weet wel wat ik ongeveer weeg. Als je mij als bol zou denken, zou je hetzelfde trucje kunnen doen? Ja, het enige wat je moet doen, is je moet jouw volume gewoon alsof je jou in elkaar fout tot een bol. En dat, ja. klopt, dat klopt, dus die schatting moet je eigenlijk goed maken. Dus want, ja, dan wij dan moeten, dan we dan moeten eventjes in ons hoofd jou in elkaar stampen tot een bol. Oh, ja, anders gewoon eventjes uh, gaan liggen op de grond alsof je een bommetje maakt. En dan kunnen we kijken hoe, zeg maar, wat de straal is van Sander als die een bol is. Ja, dat kan ik wel <laughs> doen. Dus okay, doe even doen. doe ik mijn koptelefoon daar ja, even af, dan je te te kijken. Even af. Ja, gaan wij kijken hoe groot je bent? Als bol. Ja, de dus Sander staat nu op. Uh, ik zou denken een centimeter of 30, 40, zoiets. Van straal, denk je. Straal, ja. ja. Straal, 30 hm. ja? Klink, okay. ja? ja? straal, 30 centimeter. Ja, klinkt oké. Ja, straal, 30 centimeter. Zullen we dat eens doen? Zullen we een derde meter doen om makkelijker te rekenen? Ja, 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 dat is goed. Een derde meter. Uh, oké, okay, Sander, je, je, je oh, kan ik al... al <laughs> ja, je mag terug. Ja, je mag terug. Een derde meter. Een derde meter. Toch? Ja. Ja? ja? Nou, work your magic. <laughs> Oké, okay. nou, weer tot de derde. Uh, dus dan ben jij 1,7 kubieke meter. En 1,7 is uh, 0,14. Ongeveer. Dus dan ben je 140 kilo. Ja, dat klopt nou nu weer niet helemaal. Nou, nee. nou ja, wel. De luisteraars weten niet hoe het nou ja, eruit ziet. Het is... <laughs> het is, het is <laughs> dat is waar. En we ga foto's van kijk. jou echt photoshoppen tot de wet zal. Nou, dit is je nieuwe imago. Je ja, ja, hebt is... gewoon een hele dikke radio maken. Ja, ja, en ik ben... Uh, dat gaat ook... Als, als we zo doorgaan en we blijven bier drinken... dan komt <laughs> ja. dat vanzelf uit. Maar... Uh, en en wat, het klopt wel ongeveer. Want ik ben 65 kilo, maar dat is zonder dat mijn ego is meegerekend. Oh ja, oh ja, dus dan okay. kom je wel, uh, wel daarop. Ja, ik op. denk Allee. dat het uiteindelijk eraan lag dat jij net niet goed een bolvorm maakte met jezelf. Nee, het zal hebben gelegen. Ja. Ja. Ja, de, nee, maar ook dat is ook weer iets anders. Um, als je dit soort schattingen maakt, dan moet je natuurlijk ook een beetje slag om de arm houden. En dan zeggen vaak mensen, nou, als je binnen een factor 2 3 ja. zit, dan zit je dus toch. Het is alsnog gewoon goed, goed, goed geschat hoor, ik vond het klasse. Nog ja, steeds, goed. Nog nee, steeds ik was, goed. Ik was er ook al van onder de indruk. We komen in ieder geval niet uit op een ton, dat is al heel wat. Dat is zeker zo. <laughs> dan, dan blij zijn. <laughs> ja. Erik, wij trappen um, eigenlijk altijd af voordat we de diepte ingaan um, uh, met een soort vragenvuur. Okay. Een paar korte vragen. Um, uh, Adriaan en ik schieten dan uh, nou ja, allebei drie zinnige of onzinnige vragen op je af. Er kan echt van alles, uh, over van alles gaan. Um, ben je benieuwd. Echt uh, hoeft niet per se over uh, wetenschap te gaan, maar wij uh, zijn gewoon benieuwd of jij uh, uh, daar een antwoord op hebt. En dan komen we vanzelf wel, uh, denk ik, tot, uh, tot de donkere materie. Um, ben je er klaar voor? Ja, ik denk het. Een vraag. Adriaan, let's ja. go. Uh, Erik, wat is de kleur van een schaduw? Zwart. Oké. Okay. Ja, wat dat de kleur van de schaduw? Dat weet ik niet. Ja. Weet ik niet. Ik antwoord als normaal mens op instinct. Ik. Oké, okay, okay, ja, wat ik denk, ik zou denken, uh, grijs. Ja, gevoelsmatig, maar dat is altijd omdat de uh, uh, relatief gezien omdat de dingen eromheen zeg maar de, daar valt licht op. En het is altijd iets donkerder en dan voelt het aan als grijs. Het is eigenlijk een heel slechte vraag, toch? Ik bedoel, schaduw is <laughs> afwezigheid van licht. Toch? Ja, daarom, maar daarom vind ik het interessant. Dus, dus je kan er eigenlijk geen antwoord op geven? Ja, dan is het geen kleur. Oké, okay, nou, nou, dan is denk ik het beste antwoord. Um, Erik, ja? uh, waarom sta je, niet per se jij, maar gewoon mensen, als ze in de supermarkt staan, altijd in de verkeerde rij voor de kassa? Uh, maar nee, het, het lijkt ook misschien dat je bij de verkeerde kassa staat. Ja. Want je zit altijd te kijken van ah, welke zou sneller zijn? Welke zou nou sneller zijn? Dat is moet je het... niet doen. Je moet, uh, je moet gewoon voor jezelf kiezen. Dit is de kassa waar ik wil staan. Dit is mijn kassa. Het gaat eigenlijk. Je bent altijd te veel bezig dus met, je, zeg je eigenlijk, met je omgeving. Ik denk het wel. Waardoor je het, het gevoel hebt. Dat je te lang bij de kassa. Ik denk draait. dat hij heel erg sterk op gevoel nou, mag, zit. Mag ja. ik daar toch iets aan toevoegen? Ik denk dat het meer een soort van confirmation bias is. Want je onthoudt niet al die keren dat je heel vlot langs de kassa ging. Je onthoudt alleen de keren dat je denkt. Nou, nu moet ik weer super lang wachten. Want die kassière is super langzaam. Dit, dat, zus, zo. Maar je kunt ook uh, zeggen: van de volgende keren als je gewoon heel vlot langs de kassa gaat, uh, weet je, onthoud dat, noteer dat. En dan zie je dat het denk ik wel meevalt, toch? Ik denk het ook wel. Het is Kijk. een beetje net als met, met het openbaar vervoer, dat je ook, <laughs> ook denkt dat die vertraagd is, ja, maar dat ja, valt meestal wel ja, ja, mee. Dat, uh, uiteindelijk is Erik, dat ook nog best oké. Okay. Waarom is uh, ijs glad? Dat is volgens mij echt een heel moeilijke vraag. Uh, ja, ik, ik, Daarom ja, ik, we hem. ik heb er wel eens gehoord dat uh, wat er gebeurt, is dat er onder de druk van je lichaam dat er een heel klein waterlaagje ontstaat en dat dat dan glijdt of zo. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het echt eigenlijk een heel moeilijke vraag is die mensen nauwelijks kunnen beantwoorden. Ja, precies. Dat, dat is ook wat ik er ongeveer van wist. Ik ben altijd heel benieuwd wat wetenschappers dan daarop zeggen, wat hun verklaring is. Maar de er is dus... vooral, het, vooral het gedachteproces erachter. Want het is heel moeilijk om, uh, uh, om daar gewoon een, een structureel te, een antwoord op te proberen te geven. Dat is haast niet te doen. Maar is water glad dan? ja maar dat is het rare. Want ja, dat, dat denk je. Oké, okay, dan snap je het wel. Maar wacht eens even. Inderdaad, dat is de vervolgvraag. Waarom ja. is het dan alsnog glad? Ja, dat is benieuwd. dan eigenlijk je, uh, je voet. Ja. En tussen die voet, jouw voet en de, de ijslaag. heb je dan heel lage weerstand of zo. Want eigenlijk heb je geen, je hebt geen weerstand. En het is een beetje alsof de alsof je normaal, over like, die, die waterlaag als je, ja, heen Ja, precies. Rolt alsof zo. die waterlaag het heel glad maakt. Het is zeg maar heel erg, niet glad als in slippery, maar glad als in dat het echt heel erg effen is. Maar, maar een gladde ook, vloer is toch ook glad? Ja, een gladde vloer is ook glad. Ja, dat is wel een van de grootste kenmerken van een gladde vloer. <laughs> ja, en waar herken je gladde <laughs> vloer aan? Ja, <laughs> glad. En dat hier een vloer is. Het is een vloer. Ja, dat is het wel zo. Ja. Uh, Erik, wat is belangrijker op een wetenschappelijk congres? De seminars of de borrel? De borrel. Ja? Ja, de borrel. Waarom? Uh, vaak, ik weet niet, die, die seminars, het is eigenlijk een heel bizar proces. Ik heb me er wel eens over verbaasd. Er zijn zoveel presentaties, en dan uh, kijk je het publiek in tijdens een presentatie die je niet zelf geeft. En wat zie je? De helft van het publiek is bezig zijn eigen presentatie aan het voorbereiden. Echt? Ja, dat is echt waar. Ja, is dat... ja, ik herken dit. ja Ik heb, ik heb uh, maar... heel eventjes ook uh, onderzoek gedaan in de natuurkunde en het ver verleden. En ik ben ook op zo'n congres geweest. En ik deed het zelf ook, want dan moest ik zelf een presentatie geven. En ja, weet je, dan, ga je, dan ben je toch met je eigen ding bezig op je laptop even. Ja, het is niet anders, weet je, hoe gaat dat. Maar heb, je, want, heb jij dat ook? Dat als je, als je daar bent, ben je dan bezig met je eigen presentatie? Nou, ik probeer het niet te doen, want ik vind het echt heel erg storend zelf eigenlijk. Ja. Maar ik, ik snap het ergens wel, want heel erg veel... Heb je al gehoord of wordt gepubliceerd in papers of uh, in persuitgaves uh, of zo? Um, en daarom zou ik zeggen, de borrel, daarmee kom je echt in contact met de mensen. En uh, kun je ook uh, samenwerken op bepaalde onderwerpen of verder vragen, dingen die niet in je officiële presentatie zitten, die ook soms nog eens worden gekeurd door iedereen. We zijn de seminars dan eigenlijk meer een soort van excuus om met elkaar. Te borrelen of te socialise. Misschien moet het. Uh... Misschien wel voor een deel. Ja, ik, je moet het niet onderschatten in ieder geval. Is het ook heel belangrijk om een goed netwerk te hebben als wetenschapper? Ik, ik denk het. Het hangt ook wel heel erg af van in welke hoek je zit volgens mij. Ik, ik zit zelf dus in een, in een groot experiment. En uh, dan moet je sowieso met veel mensen samenwerken. Maar dan he, het heeft ook altijd zin om met andere mensen te denken over iets. Heel weinig mensen zijn echt genieën van zichzelf of zo. Wat is het experiment dat jij nu samen in zit? Xenon 1 ton. Nog een keer? Xenon 1 ton. En, en wat is dat in, in normale mensentaal? Uh, het is eigenlijk een, uh, het is een detector. Een groot vat uh, gevuld met uh, vloeibaar xenon. Ja. En uh, het is niet 1 ton. Uh, anders dan de naam. Het is ongeveer 2 ton. Daar ga je alweer, hè? Met ja, de 2. mensen zijn echt slecht in de Alles Hadden ze het berekend via de bolmethode? Ja, toen dacht Het is dus eigenlijk het... geen vat, maar. Ja, ongeveer. Factor 2, het is goed genoeg. Ja. ja. Misschien is, het dan, is dit een goede aanleiding om even dan misschien iets eerst uit te leggen wat het ongeveer is wat je doet. Ja, dat is denk ik wel een goed moment, ja. Makkelijk ja. praten. Want uh, je zit ja. in de donkere materie. Kun je heel kort uitleggen wat donkere materie ongeveer is voor de leek? Ja, dat is goed. Um, uh, mensen kunnen heel goed uh, meten, of eigenlijk het hele al wegen. Meten hoeveel materie er zou moeten zijn in het hele al. Dan hebben we het over astronomen, uh, cosmologen. En uh, aan de andere kant, zeg maar, dat zijn de echte grote dingen. Ja. Aan de andere kant heb je ook de kleine dingen. Er zijn de miltjes, mensen bezig met uh, deeltjesfysica. En dat gebeurt hier ook op het NICF. En daar heb je ook mensen die ook heel goed weten wat voor deeltjes er zijn. Dus je zou zeggen, al die materie die er is, die kosmologen weten die er is, uh, dat zou allemaal moeten gemaakt zijn uh, van die deeltjes. Ja. Maar nou blijkt dat dat eigenlijk niet zo kan zijn. Er is allemaal materie die we niet kunnen zien. Maar hoe weten we dan dat die materie er is? Uh, dat kun je, mee, uh, je kunt het weten uit uh, eigenlijk astronomische waarnemingen. Dus uh, er is een heel klassiek voorbeeld daarin eigenlijk. Uh, je kan een uh, sterrenstelsel kan je fotograferen. En uh, wat je dan ziet is uh, die sterren die draaien om het middelpunt van het sterrenstelsel heen. En hoe snel ze doen, dat hangt af van hoeveel materie, hoeveel massa er in dat sterrenstelsel zit. En uh, wat je dan kan doen is meten hoe snel ze eigenlijk bewegen. En je kan meten hoeveel uh, materie je eigenlijk verwacht aan de hand van hoeveel sterren er zijn en hoeveel gas er is. En dat soort dingen. En dan blijkt dat dat uh, totaal niet overeenkomt. Wat het is uh, qua percentages, hoeveel was dat ongeveer? Het is uh, ongeveer 15% is normale materie. Dus ja, het is echt een groot, groot dus verschil. 15% is, is wat we uh, is kunnen, wat we wel kennen. Ja. ja. Dus wat we een soort van, nou, misschien niet wat we kunnen zien, maar wat we. En dus 85% van alles wat er is is donkere materie. ...weten we niet exact van wat het is. Precies. Maar je zou toch ook kunnen zeggen dan dat je model gewoon niet klopt dan? Dat je gewoon zegt van oké, okay, ja, ik heb iets berekend... ...het congrueert niet met wat ik verwacht. Dat, uh, er, er gaat daar iets mis? Dat zou ook kunnen. Uh, dus wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is... ...goh, die uh, methode die ik heb bedacht om, uh, om die snelheden te meten... Um, ...of nee, eigenlijk... Uh, ...de snelheden die ik maak van het ronddraaien... Uh, ...die kloppen niet... En dat zou dan bijvoorbeeld kunnen komen doordat de zwaartekracht anders werkt. Ja. En daar zijn mensen dus ook mee bezig geweest. Okay. En dat is een soort van tegenhanger van donkere materie. Maar uh, die theorie die kan eigenlijk niet zoveel verklaren als de theorie van donkere materie. Oké. Okay. En is um, donkere materie, want we weten dus niet zo goed wat het is. Dat klopt. Maar is het donker? Het is wel donker, ja. Ja, ja. ja het, uh, het kan geen licht... Uitzenden of reflecteren, dus dan is het donker. Ja, eigenlijk is het heel simpel. Als het niet donker was, dan zouden we het hebben gezien. Ja, ja dat, dat zou je zeggen. Maar hoe? Want als we, we. Het is dus een, eigenlijk een soort van aanname van. de, de berekening klopt niet. Dus 85% moet iets anders zijn dan donkere materie. Maar is het ja. dan. Wat is het dan? Is het hier ook? Is het ook op aarde? Het moet eigenlijk overal zijn. Ja, dus we weten niet zoveel van donkere materie. Maar eigenlijk weten we heel goed uh, dat we het niet zien. En uh, daaruit kunnen we een heleboel eigenschappen afleiden, want we weten dat het dus heel erg weinig moet doen. Het moet uh, geen licht uitzenden, geen licht reflecteren. Het moet niet uh, in deeltjesdetektoren hier te zien zijn, want we zien het niet. Dus eigenlijk weten we dat het iets moet zijn dat heel erg weinig doet. En uh, eigenlijk weten we ook dat het overal in, uh, in de melkweg moet zijn. Ja. Dus als het goed is. Komt er nu eigenlijk overal om ons heen? Komt er gewoon donker materie door ons heen? Nu, nu. Ja, ik had ja. al zo'n raar. Uh, <laughs> ja, je voelt het ja. een beetje kriebel, ja, hè? Ja. <laughs> dat is really. zo fascinerend. Want hoeveel deeltjes gaan er eigenlijk gewoon door je heen in een in een seconde? Dat is echt gewoon ongelooflijk, toch? Ja, dat is echt heel erg veel. En um, we weten natuurlijk niet precies wat het is, maar uh, er zijn modellen. En het meest populaire model is uh, heet uh, Wimps. Weekly interacting massive particles. En uh, als... hebben ze dat voor de grap ook WIMPs genoemd? Ja, het, het, het is inderdaad een soort van woordspeling. Ja, ja dat klopt. Um, ja, ja, Natuurlijk zit het vol met dat soort uh, flauwe grapjes. Ja? ja, echt waar. Heb je er nog een paar? Uh, uh, ja. Leuk, toch? Ja, ja bijvoorbeeld uh, uh, de kwarknamen. Ze hadden op het begin up en down. En ja. toen kwamen er nieuwe. En er was een nieuwe. En ze dachten: wat is dit voor een ding? Waarom hebben we een derde? Toen hebben ze hem maar gewoon Strange genoemd. <laughs> ja, waar, ja. En daarna kwamen uh, nog meer nieuwe. En die oh, hebben ze dan, quark uh, is een uh, elementair deeltje. Dat, ja, dat is daar, is uh, uh, ja. ja, dat is even goed om uh, Jij goed. is niet de tegenhanger van een pak vla. Nee, ik, precies. Ik nee, denk nee, denk nee, nee, nee een ander soort van... <laughs> Ik moet wel zeggen dat ik wel toen ik de laatste keer um, uh, een hap kwark nam, dacht ik wel strange. <laughs> dat, dus het is wel, het zou best wel eens met elkaar te maken hebben uh, oh. kunnen uh, gehad hebben. Uh. En kwark is gemaakt van kwarks natuurlijk, hè? Ja, dat ja? wel waar. Ja. Ja. Ik wist het, dus het zit erin. <laughs> maar yoghurt ook, hè? <laughs> ja, zou het ook yoghurt kunnen noemen? Ja. Um, en wat, wat, ik vind dit wel grappig, want je hebt dus, die, die vind al, en zijn er nog meer dingen? Ik ben, ben nu wel echt benieuwd wat die, wat die, wat natuurkundigen daar doen. Ik zie het namelijk zo voor me dat, dat je, um, uh, dat jij bijvoorbeeld, stel jij, vind, jij ontdekt straks iets, of jij, met, je, met je onderzoeksgroep in je onderzoek, en dan moet je een naam gaan verzinnen met z'n allen. Ja. Is er dan bijvoorbeeld ook een soort van toto van wie de grappigste naam kan verzinnen? Nou... Dat is nou ook weer niet zo, maar het is wel zo dat sommige namen die worden gewoon een beetje bedacht. Ja. En uh, zeker als die theorie op het begin nog niet zo heel erg serieus is, maar later serieus wordt, dan heeft iemand al een keertje een leuke naam bedacht en die, die blijft dan plakken. Ja, wel lekker. Ja, ja er, er is ook bijvoorbeeld een ander type uh, deeltje dat een beetje lijkt op Wimps, maar dan veel groter is. Wimps. En dan moest ze, uh, ja, ze bedenken hoe dat dan gaat heten. Hebben ze maar Wimpsilla's genoemd. <laughs> niet waar. Echt waar. Echt waar, zoek maar op. Dat is echt waar. Dat, dat fijn zeg. Ja, ik, weet, dat is, dat is, ik vind dat wel humor. Dat zijn cool, dingen die je normaal helemaal niet meekrijgt natuurlijk. Maar dat is toch, toch geweldig. Ja, ik vind dat best wel geestig, ja. Ik zie dat Erik wil in tussentijd een biertje opentrekken. Dat lijkt me een goed plan als we het over bij Wimpsilla's zijn aangekomen. Dus ik vind het best wel fascinerend wat we... Uh, wat ik grappig vind aan, uh, aan, aan donkere materie, of aan het onderzoeksgebied, is dat het dus. Um, het is het overgrote gedeelte van. Uh, van wat er bestaat. In ieder geval wat wij denken dat er bestaat, laat ik het zo zeggen. Het is misschien wel zo dat een heel klein gedeelte is wat we wel kunnen waarnemen. Maar dat gedeelte is voor mij, gewoon als kwarketer. Uh, wel hetgene waar het om draait. Snap je? Ja, dat klopt, ja. Ja, en. Uh, dat is inderdaad wel een goede vraag, want dit is. Fundamenteel onderzoek. Uh, in de zin van dat je, uh, waarom onderzoeken we donkere materie? En dat is eigenlijk gewoon omdat we willen weten wat dit is. En uh, we zien dat, dat er meer, donk, meer materie moet zijn. Dus we willen weten, wij als mensheid, zeg maar, willen weten wat het is. Niet dat er per se praktisch nut aan zit of zo. Nee, het is gewoon nieuwsgierigheid. Dat is de reden. Ja, het is puur nieuwsgierigheid. Ja. Uh, stel dat uh, donkere materie zou worden gevonden, het lijkt me heel erg moeilijk om een toepassing ervoor te verzinnen. Ja, maar aan de kant weet je dat toch ook niet? Nee, oké. Okay, maar het doet zo weinig. Ja, dat, uh, denken, we, dat, om, dat denken we nu. Ja, ja, dat is waar. Misschien is het wel iets anders. Ja, maar ik vind ook. Ik wil wel even één ding rectificeren voordat mensen gelijk gaan roepen van nou, Adrian, die is alleen maar bezig met valoriseren van wetenschap en toepassingen. Ik, het mooiste eraan <laughs> is juist dat je inderdaad die nieuwsgierigheid hebt en wil weten hoe de wereld werkt. Want dat is toch veel meer waard. Maar ook, ik denk alleen ook vanuit de toepassing kun je daar altijd nog wel. Iets voor zeggen van je weet het nu niet, maar misschien komt er later nog van pas. Maar dat hoort niet, uh, zeg maar, de hoofdmotivatie te zijn, vind ik. Dat is, even, uh, het is toch belangrijker dat mensen dat weten. Nou ja, <laughs> ja. Dat ik hoorde de mensen alweer roddelen op de gang. Nou ja, waar, ja. Ik, waar ik heel erg benieuwd naar ben, Erik, is dat je um, is, is hoe, uh, hoe ver uh, ga je als natuurkundige in je, in je aanname of misschien in je, in je hoop om iets te vinden? In de zin, ik ga dan als ik nu het donkere materie hoor, dan zeg, je, ja, het, uh, zeg jij het, het doet zo weinig, maar. Of hopen we, ik ga er dan helemaal spreken: is er een soort van parallel universum die we niet kunnen waarnemen, dat, waar, waar toch heel veel gebeurt? Dus even in een soort van gedachte-experiment: zou het kunnen zijn dat er in deze kamer, uh, in donkere materie, soort van andere dingen, iets ook een podcast aan het opnemen zijn, ja, maar dat we ze niet kunnen waarnemen? In theorie wel, natuurlijk. Ja, in theorie zou dat kunnen, maar ja, we zouden het niet weten. Zouden, wij, het, zouden zij wel van ons weten, denk je? Het zou een hele schaduwwereld kunnen zijn, in principe. Dat zou ja. mooi zijn, hè, dat, de andere, dat ze dan zo zitten: nou ja, 85% van de materie kunnen we duiden, maar 15% snappen we echt niet waar het vandaan komt. Ja, dus zijn het misschien nog beter zijn. dan wij. Als jij bezig bent met. Uh, we hadden het net even over jou, jouw onderzoek. Um, want wat, wat ben jij daar. Het uh, gaat dus onderdeel van donkere materie. Maar wat, wat, wat ben jij nu op, met je onderzoeksgroep? Wat zijn jullie aan het uitzoeken? Ja, eigenlijk uh, is onze onderzoeksgroep hier, uh, hier in Amsterdam is eigenlijk een klein deel van uh, het hele grote Xenon-1-ton-experiment. Um, en uh, bij elkaar zijn dat, ik denk, iets van 150 wetenschappers die daarmee bezig zijn. Ja. En uh, hier in NICEF hebben we maar gewoon een aantal. Ja. Maar wat, wat is het? Nou, het is een, uh, een groot vat gevuld met Xenon. Ja. Uh, vloeibaar xenon xenon is normaal gesproken een gas maar je moet het heel erg koelen en dan wordt het vloeibaar ja. en uh, dat uh, vloeibaar xenon wordt gebruikt in een detector ja. en eigenlijk is het idee dat uh, die donkere materie die vliegt dus eigenlijk de hele tijd door ons heen ja. en doet bijzonder weinig maar volgens bepaalde theoretische modellen doet het op een gegeven moment wel iets het is gewoon ja. heel erg onwaarschijnlijk maar het kan wel en als het dan wat doet dan botst het op een xenonatom hopelijk in onze detector. Ah. En als die botsing gebeurt, dan kunnen we de energie die dat overgeeft, uh, die door donkere materie overgeeft aan het xenon, die kunnen we dan waarnemen. En dan weet je dat er uh, donkere materie is. Maar eigenlijk. het kan ook zijn dat hij iets anders uh, uh, reageert met die xenon, toch? Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk het, uh, het allermoeilijkste van het xenon-experiment. Is uh, eigenlijk alles wat straling afgeeft, zorgt ook voor dat soort botsingen. Ja. Dat, dat maakt het wel een stuk gecompliceerder lijkt me. Ja, ja, en straling is eigenlijk overal. Dus je moet gigantisch je best doen als je zo'n detector bouwt... om alle straling weg te uh, te krijgen. Ja. ja. En, want hoe doe je, dat? Dan ga je er, uh, dat? Dat ligt aan de behuizing. Bijvoorbeeld, ja. Dus uh, het staal dat wordt gebruikt, wordt speciaal geselecteerd. Uh, alles wat in de detector gaat, wordt ook... Uh, bepaalde materialen gaan ze niet gebruiken. Uh, bepaalde materialen juist weer wel... Heel erg veel afscherming moet je gebruiken. Uh, om te zorgen dat. Uh, dat dingen maar niet. naar dat xenon toe gaan. Om een goed voorbeeld te geven. Het hele vat gevuld met xenon. Ja. zit zelf ook weer in een ander vat. dat uh, veel groter is en gevuld met water. Ja. En dat houdt een heleboel van de straling. die van buiten komt tegen. En uh, daarmee win je al een heleboel. En uiteindelijk. zul je ook nog. Uh, met de signalen. die we zien. kunnen we ook nog. heel erg goed onderscheid maken. Tussen wat een achtergrondinteractie was en wat ja. een donkere materie interactie zou kunnen zijn. Ja, omdat je weet hoe die andere dingen die, mogelijk, die je mogelijk waarneemt, daar, daarvan weten we hoe ze reageren op ja, Xenon. Ja, dat klopt, ja. En als ja. je dat weet, kan je dat er, dat is eigenlijk een soort van ruis die je eruit kan filteren. Ja, ja je kan een heleboel uh, zien van, oh, hier zien we wat, maar heel waarschijnlijk was het achtergrond. Want als je, um, wat, wat ik interessant vond, we hebben het nu over dat, dat vat Xenon. Dan ben, daar ben jij de hele dag mee bezig. Althans, dat is een, daar draait het jouw onderzoek om met je onderzoeksgroep. En, en die, wat was het, 120? Ja, zo'n 150. 150 uh, al, zoiets. Ja, ja, het groeit ook uh, de afgelopen maar tijd. Uh. Hoe ziet jouw dag er dan uit? Want je bent niet, denk ik, de hele, de hele dag met dat vat bezig. En wat doe je er dan mee? Dus het. Dus, ja, heel erg veel mensen zijn eigenlijk uh, niet dagelijks bezig met inderdaad het VAT Xenon. Het staat ook niet hier, het staat in nee. Italië. Um, maar wel heel erg met de data die eruit komt. Ja. Want um, eigenlijk al die signalen die eruit komen, die moeten heel goed worden begrepen. voordat we iets kunnen zeggen, überhaupt over donkere materie. Mm -hmm. uh, dus we moeten uh, heel erg goed zorgen dat alles klopt en ja. dat we precies weten hoe onze signalen eruit zien. Dus daar zijn heel erg veel mensen mee bezig. En uh, dan verder uh, hebben we ook nog iets dat had ik nog niet echt genoemd. Maar uh, behalve Xenoenton ton werk ik nog aan iets anders. En dat is eigenlijk een soort van miniatuurversie van Xenon 1 ton, die we hier in Amsterdam hebben staan. Ja. En uh, nou, het is een miniatuurversie, dus hij is kleiner dan Xenoenton ton. Dus we gaan er uh, geen donkere materie in waarnemen. Maar die is puur om, uh, om de detectortechnieken verder te ontwikkelen. Dus om bijvoorbeeld te zorgen dat we nog beter achtergronden kunnen onderscheiden. Van, uh, uh, van een mogelijk donkere materie signaal. Om die, ja, precies. Dus dat je dan ga je testen op de, op de miniatuurversie. Ja, dat klopt, ja. Op het pro, ja. Prototype is niet het goede woord, maar de miniatuurversie. Zodat je weet, als je naar Italië gaat, we moeten hier aan deze knoppen draaien. Bij wijze van spreken. Ja, want het is natuurlijk een gigantisch ding en zoveel mensen werken eraan. Dus je kan niet zomaar uh, een beetje gaan zitten prutsen. Nee. Nee, je wil wel zeker weten dat alles goed gaat. En die kleine, die miniatuurversie, hè? Ja. wie bouwt die dan? Uh, we hebben een uh, ja, eigenlijk voor een deel wij zelf. Ja. Uh, Letterlijk jij, met je schroevendraaier. Nou, nee, we hebben hier ook een heel goede werkplaats bij het NikF. Ja. Dus, uh, ja, want ik liep al net toen we hier door de gang liepen, zag ik een soort van. Een soort van uh, het was een beetje alsof ik in de, in de, in de praxis, in de bouwmarkt bij uh, Ik kan helemaal niet klussen, maar dan heb je altijd zo'n houtzagerij. Daar ga je dan naartoe met je 2x2 uh, twee twee meubelplaat. En dan zeg je, zagen het in deze stukken. <laughs> Doe mij maar Xenon 1 ton <laughs> Xenon. prototype. Ja. ja, ze hebben hier een heel mooie machines staan. En, uh, dus als wij zeggen van, uh, goh, we willen uh, onze detector is bijvoorbeeld... voor een aardig deel gemaakt van Teflon schijven. Dus dan zeggen we, nou, we willen een... Uh, een ding maken dat ziet er zo uit. Dan gaan we naar de ontwerpafdeling. Dan maken ze een ontwerp gemaakt van die Teflon-schijven. Ja. En dan uh, gaan ze dat hier maken in uh, draaibanken en freesmachines en alles. Dat, uh, dat kan allemaal. Is dat bijvoorbeeld een suggestie van jou, die zij dan namaken? Of? Ja, eigenlijk uh, in, uh, in overleg met meerdere mensen uh, wordt er dan een ontwerp gemaakt. En uh, nou ja, ik, ik draag daar dan ook aan bij, inderdaad. Wat, wat en doe en je ook. dan? Hoe draag je daar aan bij? Uh, bijvoorbeeld gewoon te bedenken hoe, hoe de detector eruit zou moeten zien ongeveer. En dat, dat, dat teken je dan uit? Of dan, uh... Ja, dan maken we een beetje schetsen en dan gaan we praten met uh, de mensen die een design moeten maken. En die uh, hebben meestal veel betere suggesties dan wij, want wij zijn uh, natuurkundigen. <laughs> ja. En uh, kunnen meestal niet uh, aan praktische oplossingen denken. Maar heb je dan ook een. Uh, je hebt toch gewoon een specifieke onderzoeksvraag waarop je promoveert dan? Of zijn het gewoon, uh, is het meer een. Uh... En er zijn wel specifieke dingen die we hebben onderzocht. Bijvoorbeeld, um, uh, een van de dingen die, uh, uh, die de achtergrondonderdrukking beter zouden kunnen maken, is door heel precies uh, de tijd te meten van de signalen. En uh, onze detector die we hier hebben staan, die is heel erg goed in heel erg korte tijden meten. Dus die gaat uh, tot op uh, de twee nanoseconden, twee miljardste van een seconde nauwkeurig, kan die uh, de pulsen meten. En uh, daarmee kunnen we bijvoorbeeld zien of uh, die pulsinformatie of dat nuttig is om de achtergrond nog beter te onderdrukken. En als dat zo is, dan gaan we dat toepassen in de volgende generatie. En als dat niet zo is, beter niet. Oh ja, oké. Okay. En, dat, en dat is dan uh, waar jij promoveert? Ja, zeg maar. oké. Okay. Ja, deels uh, ja. super tof eigenlijk. Ja. Als ik, ben. ik vind het sowieso heel cool dat je dan. Ja, als onderzoeksgroep, of hoe je het wil noemen, voordat die onderzoeksgroep werd opgericht. Dat je dan op een gegeven moment in theorie hebt dat het zou moeten reageren met Xenon. En dan op een gegeven moment echt zo'n experiment te zetten, dat het dan zo groot wordt. Uh, dat we ook in Italië uh, daarmee bezig zijn. Dat waren 150 man, zei je toch? Dat ja, dat klopt, ja. Waar in Italië? Het is uh, in de bergen, ongeveer twee uur rijden van Rome. Okay. Uh, het, is, ja, het is een beetje een gekke locatie eigenlijk. Uh, want het apparaat staat echt in de middle of nowhere. Uh, dat is heel erg belangrijk, want die achtergrond... dat is echt, echt een probleem voor zulke experimenten. En een van de achtergronden die, uh, die er is, die komt van uh, kosmische straling. Dus eigenlijk straling die uit de ruimte komt. En uh, sommige straling daarvan is zo doordringend... dat je echt heel erg veel gesteente nodig hebt om, uh, om die straling te stoppen. En daarom staat Xeon 1 ton ook in een ondergronds lab... Dus eigenlijk, daar ben jij ook geweest? Ja, ja, eigenlijk als je er wil komen, uh, er is, uh, er is, daar is een, uh, een snelweg, een uh, tunnel, die gaat dwars door een berg heen, 10 kilometer lang. En dan uh, midden, op die, uh, midden in die tunnel is een afslag. Er staat ook op de borden afslag, Ja, er ja, staat, uh, staat op mooi. de borden Heel afslag. Mooi. Oh, echt? Oh, mooi. En uh, ja. midden in die tunnel neem dan je de afslag. Daar kan ik ook gewoon heen? Uh, nou, je komt niet door de, door de deur heen. Ah, oké. Okay. Nee. nee, want je komt bij een grote brandwerende deur. En dan staat een intercom en dan zeg je het wachtwoord en dan word je binnengelaten. Wat is het wachtwoord? Dat zeg ik niet. <laughs> ja, dat dat echt zou werken. Dat zou ja. echt, met al onze luisteraars die in Italië zitten, want we hebben veel luisteraars in Italië, dan even langswippen. Oh, die, die hebben zo. Het, ja. 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 het voelt een beetje, het, het, het grappige is dat als je het zo vertelt, zeg maar... Um, tunnel, midden in een berg, afslag naar rechts, wachtwoord, voelt een beetje alsof je in een soort van de, het, 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 de, de geheime hide-out van een James Bond-schurk terechtkomt. Ja, en mensen vergelijken het daar ook wel eens mee, inderdaad. Ja, ik, ik ook omdat jullie voor James Bond-schurken uh, dingen on the side doen. Ik zal ja. je vertellen, ik, ik ben er een keertje heen geweest met de bus, en er zat iemand naast mij, en ik raakte aan de praat, en zij vroeg mij van... Uh, Oh, waar werk je dan? Ja, ik werkte bij dat lab en ze kenden dat lab. Ja. Uh, vanuit het nieuws of zo. En ze zei: Ja, maar mag ik wat vragen? Wat is er nou zo geheim dat jullie zo diep onder de grond moeten gaan zitten? Ja. ja dat is natuurlijk uh, totaal fout. <laughs> ik bedoel, het is, het is gewoon die stomme kosmische straling die we, ja. waar we last van hebben. Ja. Ik snap wel dat mensen dit denken. Ja. Want als je er een keer toevallig langs rijdt en je denkt, je neemt wel die afslag... en dan zie je opeens, zit je dus midden in een berg... en dan zie je een soort van stalen deur opdoemen. Dat klopt, ja. Dan, het eerste dat ik zou denken is militaire basis. <laughs> Lijkt het ergens wel een beetje op, ja. Toch, ja. Ook, zijn er ook bewakers? Er zijn ook bewakers, Met ja. Die, die deur die gaat open, je gaat naar de bewakers toe... en uh, uh, ja, dan uh, moet je je pasje geven... en uh, ja, dan uh, kom je eigenlijk een grote hal binnen, grote hallen binnen... En uh, daar staan allemaal dit soort experimenten. Er zijn nog meer experimenten behalve ton. Het zijn uh, gigantische uh, hallen daar. En Vet. Allemaal heel grote cool. experimenten. Ja. En, om de, en die andere experimenten die staan daar omdat ze ook anders last hebben van die straling? Dat klopt, ja. ja. Dus bijvoorbeeld andere experimenten die ook zoeken naar donkere materie of die uh, uh, naar neutrino's zoeken. En dat zijn andere soort deeltjes die ook heel weinig doen. Uh, maar die, uh, daarvan weten we in ieder geval zeker dat ze bestaan. Erik, wat was eigenlijk het moment dat jij wist: yes, ik ga wetenschapper worden? Ik weet niet of er ooit zo'n moment was eigenlijk. Ik wist al heel erg snel dat ik uh, natuurkunde interessant vond. En uh, ik wist ook eigenlijk best wel snel al dat ik dat wilde gaan studeren. En ik vond de studie ook heel leuk. En eigenlijk ben ik daarna heel soepel verder doorgerold in, in het onderzoek wat ik nu doe. Dus eigenlijk uh, ben ik gewoon de hele tijd aan het doen wat ik leuk vind. En. Uh, ja, dat is toevallig dan uh, wetenschapper zijn, zoals je dat noemt. Ja, wat, en wat, wat, wat je zegt, ik wist meteen al, ik wist vrij snel dat ik weet of de natuurkunde heel erg leuk vond. Ja. Wat vond je er zo leuk aan toen al? Hoe oud was je toen? Uh, ik denk in de tweede ongeveer, dus uh, hoe oud is dat? 14 of zo. Ja. Ik weet niet, ik vond het gewoon heel erg leuk. Wat, wat prikkelde je eraan? Was het ontdekken hoe de wereld in elkaar zit? Uh, vond je gewoon formules te gek? Ja, formules te gek, dat zou ik nou ook weer niet zeggen. Dat kan toch? Had je al zelf kleine detectoren gebouwd, weet je wel, in je kamer? Nee, maar ik, ik vond dat soort uh, spul gewoon natuurlijk wel heel erg leuk. Ik, uh, weet je, elektronica, experimenteerdozen en zo, allemaal dat soort nerd, uh, troep, Dat, dat is ja. allemaal echt iets voor mij. Zo, zo, jij zat vroeger met Electro Kit te spelen. Jawel hoor, ja. ja. Dat, heb je daar ook mee gespeeld, Aad? Ja, ja. <laughs> dacht dat ik wel. Heel ja, mooi. komt er gewoon uit hoor. Dat, ja, dat en knex ja, ja, nee, Lego. Ik had echt uh, gigantische dozen Technisch met Lego. Lego. Ja. Ook, ja, maar oh, dan we, zo ik had Ik zeg had maar, van die hele grote rode bakken en dan was alle Lego en techniek op kleur gesorteerd. En dan had ik gewoon van die boeken waar je, waarmee je nieuwe dingen kon bouwen, maar die pakketten kon je niet kopen. Dan had ik gewoon echt van die bizarre constructies en parken en zo, allemaal gebouwd van de Lego die ik had. Wa is zek, wacht, is dus, je kan dus los van gewoon een doos Lego met, het, met waarin staat wat er op de doos ja. bestaan, er ook, kan je ook boeken kopen ja. waarin... Toen wel, ja. Waarin gewoon nieuwe ik dingen staan. Ik had bijvoorbeeld, dat weet ik nog wel, echt zo'n robot. Echt, die was ongeveer een halve meter groot. En die, kon je dan die armen kon je helemaal besturen en zo. Maar dat kon je alleen maar doen met, met onderdelen van allerlei andere dingen. Dat was echt heel tof. Ik er echt van dat ik dat ooit heb verkocht. Maar cool. uh, ja, dat was echt, dat was mijn ding echt. Maar goed, ja. Heb, je, heb jij nog je, heb je, heb je elektrokit ergens? Uh, ik denk dat ik het al weg heb gedaan eigenlijk. Oh ja, balen. Dat ja, zonde. Die kunnen we weggeven voor de prijsvraag. In nee. ieder ja. ja. geven we gewoon dat ik zenuwvat, wat hier staat weg. Wil, <laughs> wil je een zenuwvat winnen? Ja. Ja, pas maar op, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat snap ik. Um. Hey, daarmee um, zijn we, denk ik, wel uh, um, aangekomen bij ons. Uh, ons, ons vaste onderdeel, de faculteit van huistuin- en keukenwetenschappen. De faculteit van huistuin- en keukenwetenschappen. In dit onderdeel gaan we met luisteraars op zoek naar momenten waarop zij dachten... yes, ik ben wetenschappelijk bezig. Of toen zij voor het eerst in aanraking kwamen. Zoals bijvoorbeeld met electrokit met de wetenschap. En, um, uh, en, wat ze daar, uh, en hun verhalen daarbij. Um, maar het is aflevering één. Dus we hebben natuurlijk nog helemaal geen luisteraarsverhalen. Dus um, heeft Aat even nagedacht over wanneer hij dacht: yes, ik ben wetenschappelijk bezig. Uh, maar spring ook vooral bij Erik. Oké, okay. Aat. Ja, mijn anekdote. Uh, ik weet nog, ik, volgens mij was ik 20, 21 en toen, ik was ik wel ook, ik, ik studeerde ook natuurkunde, moet ik eerlijk zeggen, maar ik ben nooit wetenschapper geworden. Maar op het moment dat ik echt dacht: ja, ik ben nu echt wetenschappelijk bezig, dat is echt heel raar, het was dat ik, ik woonde in een heel erg gehoorig studentenhuis. Waar ook de douche naast het toilet zat en zo. En, uh, het was een toilet. En je hebt twee verschillende soorten toiletten. Je hebt toiletten met, uh, met, met zo'n vlak. Ja, met zo'n plateauotje. Ja, met ja, een plateau. En je hebt... Uh Toiletten die dat niet hebben. En als je dan gaat poepen, ja, sorry, maar ja, mensen poepen nou helemaal, dan, dan plopt dat de hele tijd, dan plont dat de hele tijd. Dat hoor je de hele tijd. En dan was ik op een gegeven moment zo klaar mee dat ik dacht, dat wil ik niet meer. En wat is dan de oplossing? Ja, Voor je gênant? Ja, functioneel, want mensen konden dat horen. En wat is de oplossing? Gewoon een beetje toiletpapier opvouwen en op het water leggen en dan hoor je helemaal geen plons meer. En dat heb ik eigenlijk, doe ik eigenlijk tot de dag van vandaag. En ik zie, ik zie het wel eens langskomen dan op het internet als lifehack. Natuurlijk kunnen andere mensen het ook verzinnen, maar ik heb het echt zelf verzonnen. En daar ben ik wel trots op. En ik gebruik het ook nog steeds als je bijvoorbeeld naar openbare toiletten gaat, bijvoorbeeld in de bioscoop en je moet, ja, je moet toch weer nummertje twee... dan wil je gewoon niet dat mensen horen dat je aan het poepen bent. Weet je? Dan kun je gewoon, hop, weet je, papiertje erop. Ja, dat, vind, dat is dus de faculteit van de huistuin- en keukenwetenschappen. Hoe, nou, ja, hoe, hoe komt het dat? Uh, ga ik meteen aan de, aan de natuurkundige van dienst Erik vragen. Hoe kan het eigenlijk dat het dan geen geluid maakt? Ik denk dat het een beetje de boel dempt, toch? En het valt nog steeds ja. wel in water, ja, kijk, toch? Maar, wat maar wat geluid die, maakt? Die, ik die, weet het wel. Die water, die die ja, die gaat niet meer naar boven, niet meer naar boven. Net dan. zoals je je hand in het water slaat, dan, ja. dan maak je een kuiltje. Die drol maakt een kuiltje in het water en vervolgens wordt het weer gevuld met water en dat maakt het geluid. Terwijl als je er een papiertje op legt dan, die vangt eigenlijk die drol, zodat die drol geen kuiltje kan maken in het water. Oh, wou, jij hebt er echt een studie van gemaakt. Ja ja, de faculteit van huis- Tuin en keukenwetenschappen daar goed. Zeggen. Maar mocht je zelf een verhaal hebben voor de faculteit van huis- Tuin en keukenwetenschappen? Makkelijk praten podcast at gmail.com en wie weet behandelen we jouw uh, verhaal wel in de volgende podcast. En dan gaan we het uitzoeken waarom het zo is. Dan gaan we dat gaan zeker het uitzoeken is. waarom het zo is. Ja. Je kan het trouwens ook uh, op Instagram in de comments uh, laten ja. of een uh, direct op message op iTunes sturen. In, de, in de comments. Probeer ons ja. gewoon uh, zoveel mogelijk of op straat aanspreken ja. als je ons ziet. Zeg even: hey, ik heb een verhaal. The Easy Talking Science Journal. We hebben het, uh, we hebben het uh, gehad over, um, uh, over uh, jouw onderzoek naar donkere materie. Um, uh, maar er gebeurt natuurlijk veel meer in de wetenschap uh, dan alleen dat. En daarom bespreken we in het onderdeel uh, The Easy Talking Science Journal... iedere aflevering een paar science nieuwtjes... waarvan uh, ja, we het eigenlijk gewoon leuk vinden dat het ook onderzocht wordt. Uh, jij hebt wat meegenomen. Ja, dat um, klopt. Aad en ik hebben ook wat meegenomen. Zullen we gewoon met die van jou aftrappen? Dat is goed. Ja. Ik heb hier een uh, artikel gevonden dat heet... Laser kan buitenaards leven laten weten dat wij er zijn. Nou, ik vond dit een uh, heel bijzonder en bizar artikel. Het is niet over iets dat echt is gedaan, maar over iets wat mensen voorstellen wat er zou kunnen worden gedaan. Ja. Eigenlijk is het heel simpel: je neemt een gigantisch sterke laser. Ja. Het uh, Amerikaanse uh, ministerie van Defensie heeft zulke dingen gemaakt met echt een, uh, een megawatt uh, laser of zo. Uh, en die zet je uh, in combinatie met een telescoop neer. En dan schiet je die laser op, uh, op plekken waarvan jij denkt dat er buitenaards leven zou kunnen zijn. En die schiet je dan door, door de telescoop heen? Ja, eigenlijk gebruik je die, uh, de spiegel van de telescoop om ja. het licht netjes in richting op te laten gaan. En dan uh, kies je bijvoorbeeld uh, de plek uit van de dichtstbijzijnde ster of uh, ergens waar veel uh, planeten zijn. Uh, in ieder geval bij andere sterren. En dan uh, hoop je dat buitenaards leven dat zou kunnen oppikken. Dat ze een signaal zien. Ja, dat ze een signaal zien en dat we daarmee communicatie zouden kunnen opstarten. Als een soort van, op wat voor manier? Als een soort van morse code Ja, zo. als een soort van morse code. Dus eigenlijk, uh, uh, het idee is dan, je, je uh, schijnt die laser op, uh, op nou ja, de aliens, zou ik maar zeggen. Ja. Zij moeten dan natuurlijk ook net zitten kijken naar ons. En uh, kijken zo van, hé hey, goh, we zien eigenlijk net iets meer uh, uh, licht van de zon. Want ze zien natuurlijk de zon ook helaas. Ja. Uh, we zien net iets meer licht van de zon dan normaal. En uh, ook misschien nog wel een speciale boodschap of zo. Laten wij hetzelfde terug doen. En dan gaan zij hopelijk ook hun gigantische lasers op ons richten. En, en want is, is zo'n laser. Kunnen wij, dat, kunnen wij dat sterker of feller maken dan het zonlicht? Uh, de straling van de zon? Nee, het wordt er niet sterker dan de straling van de zon. Ja. Het uh, wordt voor hun eigenlijk een klein beetje extra. Dus ze moeten heel goed bijhouden hoe erg uh, fel de zon schijnt. Zouden wij hem omgekeerd kunnen opvangen? Dat zou in principe kunnen, ja. Dat, is de, misschien, hebben, ze, dat hebben ze zich waarschijnlijk wel afgevraagd. Ja, maar... dat, dat staat ook inderdaad, uh, nou niet in het nieuwsitem denk ik, maar wel, uh, ik heb ook nog eventjes verder gekeken en ze ja. hebben een heel paper gepubliceerd en zo. Um, maar uh, ze zeggen van ja, eigenlijk zouden wij ook moeten gaan kijken. En uh, dat zouden we ook kunnen zien, ja. Dat is natuurlijk ook een beetje paradoxaal, hè? Want aan de ene kant, als zij, als je op zoek bent naar andere buitenhouders leven, als ze minder ontwikkeld zijn dan wij. Dan hebben ze hier nog niet over nagedacht. En zullen ze dat niet opvangen. Als ze verder zijn ontwikkeld dan wij, dan hebben ze dat waarschijnlijk al naar ons gestuurd. Dus dan kun je het gewoon net zo goed niet doen. Maar ja, als niemand het doet, dan ziet niemand elkaar. Maar het ligt eraan hoe ver veel verder ze zijn, toch? Dat ja, weet ik niet. Ja, als zij bijvoorbeeld een veel betere lezer hebben, dan kunnen zij misschien uh, heel makkelijk met ons communiceren, maar niet omgekeerd of zo. Nee, dan denken wij, dat is donkere materie. <laughs> dat doet helemaal niks. 85% <laughs> van alle materie zijn <laughs> ja. signalen van buitenuit. Ja. Ja. Die aliens zitten, kom op <laughs> ja. we, sturen, we sturen echt het merendeel <laughs> ja. van alles wat er is, we sturen op jullie we af. hebben. Hebben we op jullie afgegooid. <laughs> en jullie zitten daar maar een beetje met een... <laughs> Sander, had jij ook nieuws mee? Ik had ook, uh, ik had ook nieuws mee. Um, namelijk dat het uh, mysterie van Rembrandts in Pasto opgelost is door de TU Delft in samenwerking met uh, het Rijksmuseum en nog een, ja. uh, een Frans ondernemer. Het werd tijd overigens. Ja, het werd wel tijd, hè? Ik zat toch te denken van jongens, jongens. Wanneer, ik, vond, uh... ik vond het ook irritant dat Rembrandt het niet gewoon in zijn nee. aantekeningen had meegegeven voor het nageslacht. Wat, wat, wat is dat Pasto? In, in Pasto, dat is, dat, is, nou, dat is misschien wel goed om even te vertellen. Dat is eigenlijk um, uh, uh, ja, een soort van dikke, dikke verf. Uh, die relief toevoegt. Dus uh, als je, ik weet niet of je wel eens ooit een Rembrandt schilderij uh, real life hebt gezien, maar wat, je, wat Rembrandt naast een uh, groot uh, licht donker verschil en zo heel erg kenmerkt, is dat die uh, niet uh, soort van als je aquarelt, zit, het echt gewoon strak op het papier. Maar wat Rembrandt deed, heel erg deed met olieverf, is echt, echt kwakken uh, verf uh, op een doek. Uh, doen, waardoor je nou, relief in het schilderij krijgt, maar daardoor ook op bepaalde manieren, als je het, het licht erop zet, op bepaalde manier gebruik maakt van het licht door het verf ook echt uh, een oppervlakte uh, te geven. Um, en uh, gelukkig zijn er, uh, dat ziet er heel mooi uit, en we wisten al uh, voor een heel groot gedeelte hoe dat, um, uh, wat voor type verf die gebruikt, maar kennelijk wisten we nog niet specifiek hoe het helemaal in elkaar zat en hoe het kan dat die verf uh, zo op die manier op het doek blijft zitten. Um, en ze hebben nu ontdekt uh, waardoor dat komt. Uh, en dat is door een, uh, een onbrekend ingrediënt, um, wat, uh, uh, wat ik niet kan lezen uh, op deze manier, maar wat afgekort gewoon Plum Bonacrit heet, als ik dat goed uitspreek. Klinkt prachtig. En wat het leuk is, dat, dat de hoofdonderzoeker zegt ook: we hadden helemaal niet verwacht dat we dit aspect zouden aantreffen, omdat het zo ongebruikelijk is in schilderijen van oude meesters. Dus die was helemaal in zijn opjes. Dat is toch ja. leuk? Ja. Het is ook mooi dat je dus onderzoek kan doen en dan altijd, altijd soms een resultaat kan krijgen. Dat je helemaal niet verwacht, ja. dat is het mooie aan wetenschap ook, vind ik. En weet je wat, er, maar wat is wel leuk? Want, dat, want ik las dit en toen dacht ik: hier hebben dus mensen nou, onderzoek naar zitten te doen. Uh, en dan denk je: waarom doen ze dit? Um, maar. Uh, wat we weten nu twee dingen. Dat is wel leuk. Um, we weten namelijk dat Rembrandt uh, expres loodoxide toevoegde. Dus dat die soort van, zelf een soort van verfmenger was. Dus dat dat een soort van unieke stof was. Maar wat ook wel cool is, is dat omdat we nu exact weten wat de samenstelling is, kunnen we de schilderijen beter conserveren. Omdat we nu precies weten wat erin zit. Oh ja, beter wat mooi, we ja. ermee moeten doen. Waardoor we het uh, ja, eigenlijk gewoon voor het nageslacht nog beter kunnen bewaren dan dat we al, uh, al doen enig. Leuk. aat ja. jij hebt een artikel meegenomen dat gaat over een uh, Russische cosmonaut die denk ik net iets te veel vodka had gedronken. Het, dit is zo'n intens mooi verhaal. Dit gaat, die gaan we het nog jaren over hebben denk ik. Het was ergens in augustus toen het begon. Ja. Uh, je, moet, je moet je voorstellen dat je astronaut bent. Je zit uh, op het ISS, de International Space Station, je bent een dutje aan het doen. En ik hoor je allemaal alarmbellen afgaan. En wat blijkt: er is een luchtlek. Wat heel vervelend is. Ja. Trouwens, als je in de ruimte zit. Dus dat werd snel gedicht. En uh, volgens werd onderzocht hoe het nou kan. Ze dus hebben dat gevonden, dat gat. Het was een heel klein gaatje van ongeveer ja, een paar millimeter groot. Mm -hmm. Dus Ze dachten eerst dat het een stuk ruimtepuin dat er doorheen is geschoten. Maar toen ze goed keken, leek het heel erg op uh, dat er een boor in was gegaan. Had er dan had iemand een gaatje had ingeboord. blijkbaar een gaatje ingeboord. Dus het leek zo ontzettend veel op een boorgaatje, dat het eigenlijk niet anders kon. Ja, toen begonnen de rellen dus, want iedereen zat elkaar te verwijten van sabotage en wat niet, de Russen, Amerikanen, bla bla bla. bla. Hoe kon dit? Zijn ze er uiteindelijk achter gekomen dat het bij het assembleren van die module, want die, dat was een module die er later ja. bij is gekomen, die ja. er maar aan werd geklikt. Bij het assembleren ergens mis is gegaan. Dat iemand dus, uh, het wordt heel erg goed bewaakt, hè, die assemblage ja. van die modules. Dus al die, ja. uh, al die uh, onderdelen liggen daar, wat met camera's erop, wat gewoon alles echt. Heel ziek, miljoenen. Heel veel mensen werken eraan. en wordt het zo in elkaar gezet. Er was dus iemand die ergens een boorfoutje had uh, gemaakt. Nou, die het is gevuld met peurschuim of zo. <laughs> nou, echt iets heel Ergens alsof je de duct tape op plakt, zeg maar. En alsnog gewoon heel rustig. Die uh, de Soyuz module. Of hoe je dat ook noemt. Geassembleerd. En gewoon hup de ruimte ingestuurd. Ongelooflijk. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar nu is het dus nog mooier geworden. Want ze willen dus nu ah, uitzoeken ik... wat er is gebeurd. Ja. Het laatste nieuws. Maar dit is, dit is niet heel recent nieuws. Maar de laatste ontwikkeling. was dus dat ze ja. ook aan de buitenkant wilden weten hoe dat uh, zeg maar, gat yeah. eruit zag. Dus zijn ze eigenlijk naar uh, buiten gegaan... aan zo'n robotische arm. Dus gewoon, ze wisten wel niet een, precies waar een, het zat. Dus gewoon ze gewoon hebben een, ze met... een spacewalk is iemand Ja, een ja, ja, soort van, maar dan met nog een arm aan je. Maar ze wisten niet precies waar het zat. Dus hebben ze eigenlijk met een mes in die module lopen prikken... van de buitenkant. Terwijl, en ja, dan, dan, dan zet je, je natuurlijk jezelf een beetje af. Dus moest de ene astronaut moest de andere vasthouden... zodat hij niet <laughs> zichzelf afzet van, van het luchtschip. En werd er ook nog gewaarschuwd van, de, van beneden eigenlijk... Van, je moet even uitkijken dat je niet prikt in je eigen... Um, je eigen ruimte pak, want ja, dan heb je natuurlijk ook een probleem. Het ja. is dus gewoon iemand met een mes, met een met maar gewoon, of, met wat in voor, gewoon een gewoon, gewoon lopen prikken hè, om te kijken waar dat gat staat. En te kijken hoe het gat er van de buitenkant uit staat. Ja, het is compleet gestoord. En, dat is, en ik weet nu nog ja. steeds niet. Het is voor mij nog niet bekend wie nu ze, wie nu echt de schuld daarvan gaan dragen. Waarschijnlijk zijn het Russen. Ik denk dat er weinig en, mensen zijn die kunnen zeggen dat ze de, dat ze een ruimteschip in de ruimte hebben gestoken ja. met een mes. <laughs> wat? Ongelooflijk. Waar is Waar er zijn niet. Er um, zijn geen subtielere, modernere technieken voor... Oh, je, je. Om nee, dat ja, maar te hoe dan? Je. Want je kunt niet een ander ruimteschip naartoe sturen. Dus je moet het echt vanuit het schip zelf doen. Ja, maar daar en dat zit betekent dat wel naar buiten toch, moet. Ja, weet ik veel. Een soort van subtiel boordje. Of, ja. Ja. Nee, ja, ja. of kan je het scannen? <laughs> nee, ja, weet ik veel. Dat je een ja. soort van... Ja, blijkbaar niet. Ja, zij zullen er wel verstand van hebben. Weet je wel? Gewoon, ja, met een ik, 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 ja, ik weet niet. Het is een hele, het is een hele leuke so soort van soap voor wetenschappers. Want ik zit echt gewoon... Ja, ik, ik begin het een beetje te volgen. Je wil gewoon dat er weer nieuws is. Je wilt je de begint... volgende aflevering zien. <laughs> um, de podcast zit er bijna op. Dus we gaan naar het allerlaatste onderdeel. Thanks, wetenschap. We hebben gepraat over een aantal onderwerpen. Met name over donkere materie en een aantal nieuwsitems. Uh, maar jij hebt ook één dingetje meegebracht. Um, waarvan jij de wetenschap best wel dankbaar bent dat het uh, bestaat. Of je hebt het niet echt meegebracht... Want de kan fysiek volgens mij niet helemaal. Uh, maar wat heb je meegenomen? Waarvan ben jij super blij dat de wetenschap ons dat gebracht heeft? Ik heb uh, een GPS-apparaat meegenomen. Uh, ik zal hem eventjes eruit pakken. Het is eigenlijk gewoon: ja, het, is een soort van, uh, het lijkt een beetje op een ouderwetse telefoon. Ja. En uh, dat ding weet dus precies of kan precies bepalen waar ik ben. Mag ik zien? Ja, ja hier. hij moet eerst eventjes opstarten. Uh, ja. Ik wil ook spelen. Hij moet eventjes opstarten, satellieten zoeken en zo. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, omdat we binnen zijn. Ja, is dit, dit is een uh, soort van... Dit, er zit hier zoveel omheen dat, het, dat je slecht, slecht satelliet bereikt. Ja, ja slecht bereik. ja. Oké, okay. en uh, mag ik op kaart drukken? Oh, ja ja ga je gang, ga ermee spelen, dat is goed. En uh, het is, is het wel met een touchscreen, of is dat... Uh, nee, nee, je moet het joystickje oh, gebruiken ja, oh, dat even. erop zit. Zie, ik ben helemaal... Ik um, ben helemaal gewoon touchscreen-gevend. Ja. Hey, echt, maar, waar... Um, hij vindt inderdaad niet waar we, nu, waar we nu zitten. Hij denkt dat we nu. Um... Nou, dan maak je eigenlijk niets uit waar we zitten. Waarom, uh, waarom heb je daar een speciaal apparaatje voor? Dat kan je ook met je telefoon doen, toch? Ja, het kan ook met je telefoon, maar dit is eigenlijk speciaal geschikt voor uh, bijvoorbeeld als je wil gaan geocachen. En dat doe ik wel eens, dat, uh, dat vind ik wel leuk. Wat is geocachen? Nou, um, eigenlijk, je hebt uh, wereldwijd, ligt er allerlei pakketjes verstopt. Meer dan 3 miljoen in totaal. Ja. En uh, op internet kan je dan kijken. Uh, waar die dingen zijn. Soms zijn er puzzels, soms zijn er routes die je moet lopen. En dan uh, moet je bijvoorbeeld paaltjes gaan tellen of weet ik veel wat. En uiteindelijk kom je op een eindcoördinaat uit. Dat ja. uh, voer je er dan in, in de, in de GPS. En dan uh, loop je erheen en daar ligt zo'n pakket. En eigenlijk is, uh, is het hele doel is dan zo'n pakket te vinden, je naam op te schrijven en eventueel uh, iets in het uh, doosje te doen. Of ja. uh, er ligt een of andere container. En uh, dat was het dan eigenlijk. En, en, dan, en dan hou je dat bij, en dan maak je een fotootje of zo, en dan hou je het bij. Ja, in je... Je, kan het bij op in, uh, je kan het bijhouden op internet. En uh, uh, wat er soms ook in zit, dat is ook wel leuk, uh, zijn uh, wat ze noemen trackables. Ja? Dus dat zijn uh, kleine dingetjes die je kan meenemen. En dan neem je die mee naar huis. En als je dan weer gaat geocachen, dan doe je die in de volgende. En op die manier leggen die dingen echt tienduizenden kilometers af. en oh. <laughs> wat zijn dat dan voor dingen? Zijn dat, uh, is het een, uh, is een soort van uh, kleine sleutelhanger meestal. Oh, dat is geen En dat ja. wordt dan helemaal uh, op internet bijgehouden. Dus ze hebben een code en dan ja. uh, wordt helemaal bijgehouden waar ze zijn en waar ze zijn geweest. Maken mensen daar dan is de, ook een foto van per ding? Soms wel, ja, soms wel. Dat, dat lijkt me wel cool, toch? Dat je op een gegeven moment, ik ben heel visueel ingesteld, maar dat je een soort van hele collage krijgt. Ja, maar, ik had hier ook uh, een foto van op zijn Instagram, toch? Dat was die foto die we zagen. Toen was je aan het geocache ja. Je eerste ja, post op klopt. Instagram. Ja, ah. ja, dat is leuk, ja daar wat, stond wat, ook een uh, coördinaat op inderdaad. Ja, dat zag ik ja. Dat is ook leuk, want GPS. Is eigenlijk, uh, ik moet er toch weer een feitje erin fietsen. Het is eigenlijk de enige praktische toepassing van algemene relativiteitstheorie. Ja, ik vind GPS vind ik een heel bizar en bijzonder iets. Eigenlijk komen zoveel dingen van de wetenschap komen samen daarbij. Ja, ik vind het echt, echt zo'n mooie uitvinding. Want, want ergens is het um, uh, eigenlijk werkt alles met GPS, werkt op timing. Je moet heel precies weten hoe lang de signalen van de satellieten erover doen om naar je toe te komen. En daaruit kan je berekenen, uh, of kan dat ding berekenen, waar, waar we nu zijn. Ja. Maar uh, daar komt zoveel samen, want het is en moet je dus eigenlijk heel precieze klokken hebben op de, in die satellieten. En uh, je moet ook heel precies de tijd weten. En dat is inderdaad uh, een belangrijke praktische toepassing van uh, de relativiteitstheorie. Ja. Zonder relativiteitstheorie zou je echt na twee seconden al helemaal ergens anders staan. Ja, want door de relativiteitstheorie lopen de tijden eigenlijk niet meer helemaal constant door. Dat hangt af van hoe snel je gaat en uh, uh, hoeveel zwaartekracht er is lokaal eigenlijk. En allebei die dingen zijn heel erg anders voor satellieten dan voor, uh, voor ons hier op aarde, omdat ze met best wel een snelheid gaan. Ja. En omdat ze een beetje hoger in uh, verder weg van de aarde zitten. Dus uh, al die satellieten moeten daarvoor compenseren. Dat vind ik gewoon heel bijzonder dat dat. Uh, ja, dat is echt een praktische toepassing. is. Ja, ja dat is wel cool. Hoe, wat moeten ze dan compenseren? Moeten ze dan sneller of langzamer? Hoe moet het zien? Uh, ja, hun klokken lopen dan sneller of langzamer aan de hand van uh, precies waar ze zijn en hoe snel ze gaan. Mm -hmm. En ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd welke kant het op werkt. Dat is altijd weer lastig. Nou ah, ja, kan maar het, ook? het is toch hoe, hoe meer zwaartekracht je ervaart, hoe sneller je klop loopt. Ja, hoe sneller, ja. Dus, dan, dus die uh, lopen langzamer dan? Dus of? die lopen langzamer, omdat ze verder zijn van de, van de aarde dan. Cool, ja, dat is ja, wel ja. is het wat is het, uh, mooiste, de mooiste plek of het leukste wat je met geocaching -catching, catching, caching, caching, caching. Hebt, uh, ja. hebt gevonden? Uh, nou, eigenlijk vind ik het leukste als er een, een soort van tocht is uitgezet. En er was één keer was een hele coole, die was uh, in België. En uh, dat was een gebied waar ze allemaal vogelhuisjes hadden opgehangen. Maar ook allemaal nep-vogelhuisjes. Die je dan zelf moest openmaken. En daar zaten dan uh, allemaal aanwijzingen in die weer naar het volgende coördinaat toe gingen. Ja. En op die manier ging je echt allerlei dingen af. Dat, dat vond ik het allerleukste. Ja, dus eigenlijk. Het, eigenlijk is het een soort van speurtocht, maar er zijn met, met raadsels ook. En dan krijg je, want als je, als je puur natuurlijk het coördinaat krijgt, dan loop je er op zich relatief snel naartoe af. Dan is het, van het vaak wel makkelijk, ja. Hoe begaanbaar het terrein is, ja of nee. Ja, ik vind het leukste als ze echt een, een soort van raadseltocht hebben uitgezet. Ja. Heb jij zelf, heb je er zelf ook wel eens eentje neergezet? Nee, nee, ik zit eraan te denken om het te doen. En dan uh, vooral tegenover mijn huis te verstoppen. Zodat ik mensen kan zien die daar lekker aan het graven zijn of zo. Dat lijkt me wel grappig. <laughs> ja, dat is toch wel, ja, dat is wel mooi. Het doen, want ik denk je je toch ook iets op een onmogelijke plek neerleggen dan gewoon in je kelder of zo? Ja, dat is, zijn, zijn dat is echt... toch niet leuk? Dan gaan mensen aanbellen. Ja, dat lijkt me echt hilarisch dan. Wat bij iemand anders in de kelder? dat je even bij een vriend langs gaat om daar dingen te verstoppen, dat hij altijd van die vrienden mensen krijgt die aanlopen te bellen. Maar dit is super groot, toch? Er zijn echt heel veel mensen die het doen, die ja. even gaan kijken. Uh, ja, dat klopt. Dus en, uh, ja en vaak ook. Dan uh, loop je ergens en dan denk je uh, wie wie haalt het in zijn hoofd om hier te lopen? Dan pak je dat boekje erbij en dan zie je dat er uh, misschien uh, gisteren nog iemand langs is geweest. Ja. En dat vind ik wel, wel weer bijzonder. U heeft uw bestemming bereikt. Onze eigen GPS geeft hiermee aan dat we nou aan het einde zijn gekomen van deze eerste uh, Makkelijk Praten podcast. Erik, heel veel dank dat je onze eerste gast was. Nou, bedankt. Ik vond het superleuk. Ja, heel erg bedankt. Wij vonden jou ook heel leuk. Ja, was echt ja. Onwijs, onwijs leuk om te doen. Ja. Over twee weken, op donderdag 28 februari, is er weer een nieuwe Makkelijk Praten podcast. Dan spreken we met Nico Wanders. Hij is assistant professor. Hydrological Extremes aan de Universiteit Utrecht. En met hem gaan we het hebben over droogte en klimaatverandering op het land. Uh, dus specifiek op het land. Dus het gaat niet over het smelten van de poolkappen. Ja, een stomme polkappen die kapen echt alle ja. aandacht uh, ja. in het debat. Hè? Ja, echt hè? Nou, fijn dat er een keer wat aandacht gaat naar het land. Ja. Naar het land, toch? Dat dus ja, nee, overstromingen. Nee, ja. Dat we straks onder water ja. staan. Dat is voor ja. Nederland natuurlijk ook op zich wel, ja. wel vaak de grootste angst. <laughs> uh, maar daar gaan we hem gaan we alles over vragen. Um, vond je deze uitzending echt te gek? Uh, en wil je de volgende uitzending ook horen? Volg ons dan op Spotify, iTunes en eigenlijk andere, uh, alle andere plekken waar je het ja, kan luisteren. Laat ook een reactie achter. Vond je dat uh, Sander uh, te veel aan het woord was? Dus laat het dan weten. Vond je dat ik te weinig aan het horen was of te veel? Laat het ook weten. Heb je tips in het algemeen? Laat het weten. En uh, like ons. En volg ons natuurlijk ook op Instagram. Ja. Um, en dan eindig ik natuurlijk met een uh, dikke dank aan uh, in de eerste plaats Nik. Uh, dat we hier mochten zijn en Erik. Uh, en alle andere universiteiten die dit uh, mogelijk maken. Namelijk de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, Wageningen University and Research. Um, tot over twee weken. Ja, tot over twee weken. Doei. Ciao. 是否？